Het zijn ook twee verschillende scholen, met twee verschillende soorten mensen, twee verschillende soorten kinderen. En het is prima dat er allebei aandacht voor is. Dus ik vind het ook gewoon goed in dat opzicht dat de twee scholen blijven bestaan. De Sint-Victorschool in Afferden en het cluster Hufke in Deest blijven allebei bestaan. Of ik blij ben of beide scholen kunnen blijven, ja, dat ben ik. Je merkt toch in het dorp dat men graag de scholen behouden wil houden. Gewoon vanwege de eigenheid en vanwege de dorpskern. Dat ouders en scholen een link met elkaar hebben. Dat de kinderen in het dorp naar school kunnen. Een klankbordgroep van scholenkoepel Groeizaam onderzocht de mogelijkheid om van beide dorpsscholen één basisschool te maken. Dat is gedaan naar aanleiding van de vraag vanuit de raad, de gemeenteraad. Daaruit kwam de wens naar voren dat er een onderzoek moest plaatsvinden naar een gezamenlijke school vanuit de twee scholen in Afferden en Deest. Die moesten voordelen en nadelen weergeven van die gezamenlijke school. Een nadeel zou bijvoorbeeld de drukken van Heemstraweg zijn. Ja, het was nog onduidelijk waar de school terecht zou kunnen komen, waar die zou gebouwd zou worden. Dus het was nog onduidelijk hoe ver ze zouden moeten fietsen. En het grootste probleem was eigenlijk de Van Heemstrabaan, die tussen die twee dorpen in ligt. En dat is nog wel een gevaarlijke straat. Waardoor men zoiets had van, ja, ik wil hem eigenlijk aan mijn kant van de Heemstrabaan hebben. En dat zeiden beide dorpen. En dat was al een probleem. Er komt dus geen gezamenlijke school, maar er zal wel veel worden samengewerkt. Onderwijsinhoudelijk is er heel veel samenwerking. De visies die zijn in principe gelijk. Alleen de uitwerking, daar zitten verschillen in. De details die worden wel afgestemd op de leerlingpopulatie van beide scholen. Bijvoorbeeld als je het hebt over hoeveel je bijvoorbeeld, nou waar we nu in zitten, zo'n laatste week in. Hoe is het afscheid van groep 8 geregeld? Ja, dat is gewoon op beide scholen verschillend. Het is wel in dezelfde week. De essentie is om goed afscheid te nemen van de kinderen. Maar ik vind wel dat iedere school dan moet kunnen kijken van, nou, dit past bij onze kinderen en dit past niet bij onze kinderen. Dus we vieren het op die manier. Het zijn ook twee verschillende scholen met twee verschillende soorten mensen, twee verschillende soorten kinderen. En het is prima dat er allebei aandacht voor is. Dus ik vind het ook gewoon goed in dat opzicht dat de twee scholen blijven bestaan.